Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Touch of Yoga. Deze keer gaan we echt voor de super zachte touch, om jezelf eens goed in de watten te leggen met deze sessie. Heel veel houdingen dus die je tot rust brengen, maar we gaan ook wel wat spanningen loslaten door eens goed te shaken en te schudden, zodat alle angsten en onzekerheden eruit zijn en je je weer comfortabel en geborgen kan voelen. Probeer alles bij elkaar te grabbelen wat je mogelijk zou kunnen helpen om je nog relaxter te voelen. Zoals dekentjes, kussentjes, een lint of een handdoek eventueel, of een blok, wat dan ook, zodat jij je maar goed voelt. Want dit is een moment voor jou. Geniet ervan. Ga om te beginnen maar liggen op de mat. En leg een bolster of een deken dat je oprolt tot een stevige dikke rol onder je schouderbladen. De puntjes van je schouderbladen die krul je echt over de bovenkant van de rol. De schouders die zijn breed en die vallen op de mat of toch in ieder geval richting de mat. Als de afstand te groot is, leg dan gewoon je hoofd op een kussen. De armen die liggen naast je of je strekt ze boven je hoofd. Maak dan de mat boven je vrij. Probeer je kin niet naar boven te steken. De kin een klein beetje richting de borst, zodat je nek lang is. Je mag voelen dat de hele voorkant van je lichaam opent. En lichte compressie in de onderrug is oké. Dat hoort bij deze backbend. Maar als je echt scherpe pijn voelt, buig dan je benen, hè? Met de knieën in de lucht. Of maak de rol waar je op ligt een klein beetje dunner. Sluit je ogen en neem dan een eerste duik naar binnen nu. Ga met je aandacht naar je ademhaling. Adem heel diep in en uit door de neus. Je kan misschien de hele route van je adem volgen. Van je neus naar je keel en dan meteen naar de buik die boller wordt. En dan adem je in de flanken en in de borst. En dan het laatste sipje adem dat je kan nemen. Daarmee open je de keelzone en de sleutelbenen. En dan adem je opnieuw uit. Eerst die sleutelbeentjes weer naar beneden. De borst, de flanken. En de buik. En dan zo opnieuw in. En uit. En met elke uitademing laat je spanning los. Ik weet dat dat zo'n beetje kwetsbaar voelt. Zo helemaal met je borst en je hart wijd open. Maar geef je gewoon over. Het is veilig. In deze liggende backbend worden de nieren en de blaasmeridianen gestimuleerd. En je stelt je helemaal open voor wat er komen gaat. Buig dan je benen en rol op je zij. En blijf dan eventjes op die zijkant liggen. Laat die kant waarop je ligt echt helemaal zwaar worden. Links zakt in rechts of rechts zakt in links. Afhankelijk op welke kant je ligt. En dan druk je je zaagjes rechts. Met behulp van je handen. Het was een zachte backbend, maar we gaan toch een counterpose doen. Tegenbeweging. Ga op je knieën zitten en leg de bolster of de rol nu in de lengte van de mat.
Schuif hem tussen je benen en drapeer dan gewoon je bovenlichaam over die bolster. En leg je wang op de bolster en de armen achter je met de handpalmen naar boven. Dan ontspant de schouders nog meer. Als dat gevoelig is voor je knieën, dan kan je ook een kussentje onder je poep leggen. Dan kom je een klein beetje hoger. Heel rustgevend zo in uw kokonneke geborgen. Als je wil, kan je hier weer teruggaan naar die volledige yogic breath ademhaling. Maar misschien is dat nu een beetje moeilijk met de buik zo in de bolster gedrukt. En voelt een borstademhaling beter. Adem echt diep in de rug. Maak die rug breed bij elke ademhaling. Ook daar in het midden van je rug zit die hartchakra. Niet alleen aan de voorkant. Wissel dan eens van wang. Leg de andere wang op de bolster of het kussen. En rust. Je bent misschien van alles aan het denken nu. Probeer er niet in mee te gaan. Denk niet aan wat er vandaag allemaal gebeurd is of wat er misschien nog moet gebeuren. Je bent hier nu. Op jouw mat. En als die gedachten je toch te veel bezighouden, ga dan naar je adem. Maak misschien een kommetje van je handen en leg daar je voorhoofd in. En vang daarin al die gedachten op. En de zorgen en de angsten. En de ademhaling is altijd een ankerpunt om naar terug te keren. Kom dan rustig recht op je knieën zitten in rock pose. Hou dat kussentje maar tussen je knieën. En begin je armen los te schudden, zodat al die zorgen die je in je handen hebt opgevangen, weggeschud worden. Weet je wat? Ga maar recht staan en shake nu je hele lijf. Doe gewoon zot. Laat het er allemaal uit. Muziekje erbij, als je daar zin in hebt. Je mag zelfs roepen, zingen, gillen. Alles wat los moet, laat je er gewoon uit. Voel gewoon wat je nu nodig hebt. Trek je niks aan van wat anderen misschien zullen denken hiervan. Wat anderen van u denken, dat zijn uw zaken niet. Ik vind dit een heel moeilijke oefening. Zo helemaal alles loslaten. Ik was altijd bang voor het moment dat dit ging komen. Maar ik ben wel blij dat ik daardoor ben nu, dat ik dat durf. Het helemaal loslaten. En roepen en gillen en wat oerkreten en zo. Dat is heel bevrijdend, doet heel veel deugd. Gewoon een beetje onnozel doen en de
kind in je boven halen. Shake, 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 shake. Een ideale workout. Je kan nog wat doorgaan, zo lang als je wil. Maar ik kom hier rustig tot stilstand. Ik maak de bewegingen een beetje kleiner. En kom dan rechtop staan. Met je armen langs je lichaam en de handpalmen open. Ogen gesloten en voel. Voel wat dit speelt. Springen en schudden en dansen gedaan heeft en los heeft gemaakt. Voilà, zeg. Dat is er ook weer uit. Doe goed, hè. Verschuif je mat dan in de richting van een muur of een deur of een wand. Schuif je billen zo dicht mogelijk tegen de muur. En schuif je benen dan naar boven over die wand. Zodat ze in een hoek van ongeveer 90 graden komen te liggen ten opzichte van je bovenlichaam. Zorg ervoor dat je sacrum, je heilig been, dus het onderste deel van je rug, zwaar is en echt helemaal plat op de mat ligt. En je armen die strek je gewoon boven je uit. Bedraai je hier de richting van de chi, de ki, de prana, hoe je het ook wil noemen, om en spelen een spelletje met de zwaartekracht. Verfrist de benen, verlicht het zwaartegevoel en de organen in de buik, die worden optimaal doorbloed. Eventueel kan je ook je bekken op een verhoogje leggen, kussen eronder of een bolster of een blok. En nu moet je juist niks. Rusten, opladen, jezelf een beetje in een in de pre steken, stopcontact, zodat je weer energie krijgt. Dit is de shit, vind ik. Ik kan zo uren blijven liggen. Je kan het ook ietsje actiever maken en nog wat stretchen hier en daar. Bijvoorbeeld door je benen te openen, zodat je ook de binnenkant van de benen stretcht. Stimuleert de niermeridianen die langs de binnenkant van de benen lopen. En de blaasmeridianen langs de rug en de achterkant van de benen. Door de zwaartekracht stretch je wat makkelijker dan wanneer je zit. Benen vallen vanzelf open. En als je wil, kan je ook de heupen erbij nemen. Buig dan je rechterbeen en leg de enkel bovenop je linkerknie. Boven je linkerknie eigenlijk. Flex je voet en buig dan voorzichtig je linkerbeen. Zodat het been tegen de hiel drukt. Je rechterheup en bil zal je dan wat meer voelen. Die spieren daar. Hou je knie open. En zorg ervoor dat je onderrug echt zwaar blijft. Laat die niet mee naar boven komen. Ademen, hè? Andere kant dan. Buig je linkerbeen en leg de enkel boven je rechterknie. Flex je voet en buig zachtjes je rechterbeen
En zoek dan hier jouw grens van de heupstretch op. Je kan de knie ook een klein beetje open duwen. Maar je kan ook in deze houding blijven, wat je wil. Oké, om eruit te komen, rol je naar de zijkant. We gaan nu eens het verschil voelen met een gelijkaardige stretch, maar dan zittend. Kom zitten met gestrekte benen en buig je rechterbeen en zet de voet tegen de binnenkant van je linkerbeen. Dicht tegen je schaambeen of als dat moeilijk is, vlak boven of onder de knie. Die knie die valt naar buiten en die kan je ondersteunen met een blok. Zet je handen dan naast je, maak je rug lang. En begin dan je bekken te kantelen en buig naar voren vanuit je bekken. Wandel je handen zachtjes naar voren. Als je je voeten vast kan pakken, doe dat dan. Als je dat niet kan, doe dat dan niet. Dat is helemaal oké. Zoek je grens op. Maak je lang en als je dan je limiet hebt bereikt, dan kan je doorbuigen. Zonder echt die hele voorkant samen te persen. Probeer daar ook wel wat lengte in te houden altijd. Het is altijd eerst lengte maken en dan zacht worden. Je kan een bolster of een kussen of een blok tussen je benen en je borst leggen om daarop te steunen. En met elke uitademing zak je wat dieper. Dat gaat om millimeters, hè? Dat gaat om het gevoel vooral. Van overgave. Als dat echt pijn doet in je nek, dan kan je gewoon je kin in je handen zetten. En op je ellebogen steunen. Maar dit geeft wel een heel goede stretch in de schouders en in de nek, als je het kan verdragen. En als je daar geen issues hebt, wees altijd voorzichtig en luister alsjeblieft naar je eigen lichaam. Niks moet. Er worden hier geen diploma's uitgedeeld. Het is geen wereldkampioenschap yoga. We doen het vandaag in de meeste houdingen de yin way. Dus we nemen onze tijd om dat bindweefsel zacht te laten worden. Kom dan zaagjes, heel voorzichtig naar boven. Eerst je hoofd en dan wandel je je handen terug naar achter. En dan wisselen we van been. Janu Shirshasana, half dragonfly. Zo heet deze houding. Aan de andere kant buig je linkerbeen, zet je voet tegen de binnenkant van je rechterbeen. Laat je knie rusten op een blok. Leg je bolster of je kussen of nog een ander blok. Op je been, voorzichtig voor je knie. En begin dan op jouw tempo naar voren te buigen vanuit je bekken. Als je je voeten kan vastpakken, fantastisch. Als je je voeten niet kan vastpakken, ook fantastisch. Als je je bolster iets meer richting je voeten verschuift, dan kan je echt je voorhoofd erop laten rusten.
ruimte in je wervelkolom, je schouders, je hamstrings en je liezen worden gestretched. En het is opnieuw een stimulatie van de blaasmeridianen die langs twee kanten over de rug en langs de achterkant van je benen lopen. En als je de blaas stimuleert, dan neem je meteen ook de nieren mee. 2 in 1. Blijf diep ademen. In en uit. Probeer er lange ademhalingen van te maken. En ik vind het altijd fijn als de uitademing iets langer is dan de inademing. Let weer niet op je gedachten. Uit je hoofd, in je lijf. Waar voelt je iets trekken? Ga daar naartoe met je aandacht. En adem het eruit. Spanning in die schouders. Alle stress. Maak het zacht. Voel het echt zachter worden. Die spieren. Die spiergroepen. Die knobbeltjes. Kom dan weer heel voorzichtig recht. Hou je bolster in de buurt. We koesteren onze props vandaag. Kom dan gehurkt zitten, met je benen iets breder dan heupbreedte. Maak dan een diepe squat. Als jij je hielen op de grond kan zetten in een squat... Amai, top. Ik kan dat niet. Ik zet mijn hielen graag op een verhoogske. Dat is iets milder voor mijn kuitspieren. En mijn Achillespees. Breng dan je handpalmen samen in Pranam Prayer Pose. En duw met je ellebogen je knieën open. Je rug is zo recht mogelijk, de kruin naar de lucht gericht en het staartbeen trekt naar de grond. Het is een heel grondende houding. Geeft veiligheid, een veiligheidsgevoel, stabiliteit en balans ook. De linker en de rechter hersenhelft komen samen via je gevouwen handen. Ida in Pingala, de kanalen waardoor... Prana loopt, slingeren rond Sushumna. Dat is het centrale kanaal dat langs je wervelkolom loopt. Sluit je ogen en misschien voel je die energie dan tintelen. Van je eerste chakra, de wortelchakra, tot aan de kruinchakra. Langs dat centrale kanaal als een spiraaltje daar rond. Sprankeltjes van energie. Van prana, van chi of ki. We zijn dat afgeleerd, hè, zo te zitten. We zitten altijd op stoelen. Maar deze deep squat is heel gezond voor je beenspieren. Oké, we gaan de energie iets meer doen stromen nu. Kom rechtop staan voor een half zonnegroetje. De voeten op heupbreedte of de grote tenen tegen elkaar. En de hielen een klein beetje open. Zet je mooi recht. En breng dan je armen op een inademing in een grote boog naar boven. Kijk naar je duimen. Volg je handpalmen langs de middenlijn naar beneden. Maak een voorwaartse buiging. Adem uit. Je mag je benen buigen. Kom dan halfweg terug naar boven met een gestrekte rug. Zet je handen op je scheenbenen. En je scheenbenen geven wat druk terug in je handpalmen. En op een uitademing buig je dan weer naar voren. En je hoofd is zwaar.
en je rug is lang. Dan kom je weer helemaal rechtop staan met je handen boven je hoofd op een inademing. En je ademt uit en je brengt je handpalmen samen voor je hart. Nog een rondje. Ardha Hastasana, handen boven het hoofd. Volg je handpalmen naar beneden. Maak een voorwaartse buiging, een diepe buiging op een uitademing. Adem in en kom half naar boven, tot je in een hoek staat. Kruin richt zich naar voor. Adem uit en buig weer naar voor. Adem in, breng je armen boven je hoofd. Ardha Hastasana. En hier gaan we opnieuw een voorwaartse buiging. Adem uit, neus richting je knieën die gebogen mogen zijn. Dan strek je je benen, komt halfway lift. En je ademt uit en je maakt weer een voorwaartse buiging. Adem in en kom helemaal naar boven. Handen boven je hoofd. En op een uitademing breng je je handen samen in prayer pose. Dan gaan we er nog een twist aan toevoegen en nog eens een vooroverbuiging. Dat is heel ontspannend, vind ik. Kom staan met je voeten wat breder uit elkaar. De buitenkant van de voeten is parallel met de mat. De voeten die lijken echt naar elkaar toe te willen trekken, zodat je de binnenkant van de benen activeert. Staartbeen lichtjes naar beneden gedrukt. Zet je handen op je heupen. En adem uit en buig naar voor. Breng je rechterhand op de grond en je linkerhand achter je naar boven. Rijk echt naar boven. Adem uit, wissel van hand. Op een inademing breng je je andere hand in de lucht en naar achter. En je stretcht en je maakt je echt lang. Je armen trekken echt uit elkaar. En zo wissel je als een propeller. Je draait, je twist vanuit het middenpunt in je buik. Je eigen krachtpunt, je hara. Blijf twisten vanuit je core. Als je niet met je handen op de grond kan, dan kan je er een blok onder zetten. Adem in als de arm de lucht ingaat. Adem uit als hij naar beneden komt. Krachtige benen. Zet je handen dan in je heupen en kom met een rechte rug weer naar boven. Blijf rechtop staan, maar breng je benen bij elkaar en breng je gewicht naar je rechtervoet. Lift het linkerbeen en strengel het rond je rechter. Haak je voet achter je enkel. Buig dan door je been. Spreid je armen. Breng ze dan naar voren en schuif je linkerarm onder de rechter. Buig dan je ellebogen. Haak ze in elkaar en probeer de handpalmen bij elkaar te brengen. Of de rug van de handen tegen elkaar. Je bovenarmen die breng je evenwijdig met de mat. De onderarmen die trek je wel naar voren. Je kijkt naar je duimen. Krachtige buik en focus. Als je niet focust nu, dan val je. En als je valt, val dan gewoon. Heerlijk, kan je weer recht komen. Ontwar jezelf dan weer. En dan gaan we de andere kant doen. Breng je gewicht naar de linkervoet. Lift je rechterbeen en slinger het over en achter je linkerbeen. Breng je rechterarm onder de linkerarm. Moet altijd even nadenken. Nee, het is andersom. Rechts onder links. Voilà. Haak de ellebogen in elkaar. Probeer de handpalmen samen te drukken. En de armen een beetje naar boven brengen. Werkt de spanning in de schouders en de rug weg. Versterk de enkels en de kuiten. Het is goed voor de billetjes, de heupen. Garudasana, the king of the birds. Balans, hè? Een beetje wiebelen en vallen. En de ene dag gaat dat goed en de andere dag gaat dat niet goed.
Zie wat je daaraan uit kan leren. Kom dan uit deze houding en schud je benen eventjes los. Strek je armen dan nog eens naar boven op een inademing en maak een voorwaarts buiging. En pak je ellebogen vast en maak je hoofd zwaar. Laat het echt hangen, los. Buig je benen gerust, laat je buik op je bovenbenen vallen. En knik een keer ja, en knik eens een keer nee, en knik eens een keer misschien. En misschien kan je je handpalmen onder je voetzolen schuiven. En dan een voorwaartse buiging maken. En dan je gewicht een beetje naar de voorkant, de bal van je voet verschuiven. Moet je altijd doen in een voorwaartse buiging, bijna altijd. De aanhechting van de onderrug aan je zitbotjes te beschermen. Je mag gerust je knieën een beetje buigen. En hier kan je ook met je tenen je polsen masseren. Goed in- en uitademen, een beetje wiebelen. Het gewicht een beetje verplaatsen, maar wees voorzichtig voor die spiertjes aan je poep. En je onderrug. Zet dan je handen in je heupen, buig je benen en kom met een rechte rug naar boven. Dan gaan we Badavirabhadrasana doen. Humble Warrior. Zet een grote stap naar achter met je rechtervoet. Laat je linkervoet naar voren gericht staan en je rechtervoet die draait zo'n graad of 45 ongeveer naar buiten. Buig diep door je linkerbeen, de knie is boven de enkel en de heupen blijven zoveel mogelijk naar voor gericht. Verstrengel dan je handen achter je rug in elkaar. Je schouderbladen willen elkaar kussen op je rug. Je ademt in, je maakt je lang en dan adem je uit en je buigt naar voor langs de binnenkant van je knie. En je trekt je armen naar boven en naar voor. En misschien kan jouw kruin de mat wel raken. Humble Warrior. Eerst liften we ons hart en dan buigen we nederig. Maar toch vanuit een krachtig centrum en sterke benen. Kom dan naar boven door een beetje aan je armen te trekken. En dan draai je naar de andere kant. Buig diep door je rechterbeen, linkervoet in een hoek van 45 graden en dat been is echt sterk. Zorg dat je knie niet voorbij je tenen komt. En dan verstrengel je je handen weer achter je rug in elkaar. Je opent je borst, je kijkt even naar boven op een inademing en dan adem je uit en je buigt naar voren aan de binnenkant van je knie, van je been. En dan trek je je armen weer naar boven. Boven en naar voor. Heupopener ook, fameuze stretch voor de liezen. Humble warrior dus, maar nederig zijn is niet hetzelfde als onderdanig zijn. Het betekent eerlijk zijn met onszelf en dan kunnen we volop als een warrior, als een krijger in onze kracht komen. Kom dan weer recht. Als een warrior. Tijdens de Shavasana straks heb ik daar nog een mooie quote over van Augustinus. Kom dan even in een downward facing dog. Druk je handen stevig in de mat. Je voeten stevig in de mat. Ik maak er een iets bredere downward facing dog van. En je kan dit ook doen op een stoel, of tegen een muur, of op een tafel, als je de zoveelste vooroverbuiging er eentje te veel vindt. Dan hang je niet zo intens naar beneden met je hoofd en geef je toch een stretch aan je rug en aan je hamstrings.
Maar deze downward dog is natuurlijk een van de basishoudingen in yoga. Goed, dan gaan we ons klaarmaken voor een pigeon, een duif met wat props erbij. Leg een bolster in de lengte voor je en een opgerold dekentje er horizontaal voor. En dan komen we in Downward Facing Dog. Vanuit Downward Facing Dog breng je je rechterknie naar voren, ergens ongeveer achter je rechterpols. Je strekt je linkerbeen naar achter, je legt de wreef van je linkervoet op de grond. En dan probeer je op de bolster te gaan liggen en je over te geven. Je onderbeen ligt zo'n beetje tussen het dekentje en de bolster. En zo kan de bovenkant, de voorkant van je linkerbeen rusten op dat dekentje. Door de lichte druk van dat dekentje krijg je heel veel ontspanning. Pigeon, de duif. Heerlijke houding, vind ik. Zeker als je zo opgepropt bent, letterlijk met props. Dit allemaal nog wat meer verwennerij maken. Laat los, hè. Dat is de opdracht hier. Overgave, surrender. Je bent hier nu nergens anders. Er is niks anders te doen dan hier te zijn. Just be. Zeg Bieke. Wees niet bang van deze stiltes, ik ben er nog. Kom dan zachtjes terug recht. Kom even terug in Downward Facing Dog. Zodat we de andere kant kunnen doen. Leg je linkerknie achter je polsen. Strek je rechterbeen uit. Leg het bovenbeen op je opgerolde dekentje. En drapeer jezelf dan over je bolster. En leg nu misschien de andere wang op de bolster. En rust. Adem. Als je echt te veel afgeleid bent, dan kan je tellen. Inademing is 1 en uitademing is 2. Inademing 3, uitademing 4. Zo tot 10. Als je de tel kwijt bent, of je bent toch aan het denken wat je straks allemaal nog moet doen, dan begin je terug bij 1. Psoas stretch, heup stretch, doordat we met onze buik en onze borst op de bolster liggen, worden de organen in de buik gestimuleerd, de rug krijgt ruimte.
kom dan weer voorzichtig recht. Altijd voorzichtig die overgangen maken. Die zijn belangrijk, die overgangen. Buig dan je linkerknie en zet je rechtervoet aan de buitenkant van je linkerknie. Probeer je knie vast te grijpen. Maak je rug recht en lang. Als je rechterheup naar boven komt, prop er dan een dekentje onder. En haak je elleboog achter je knie en twist. Kijk over je rechterschouder naar achter, als dat oké voelt voor je nek. En anders kijk je gewoon naar voor. Je blik is zacht. Je mag voor mijn part ook je ogen sluiten. Korte twist was dit. Dan gaan we naar de andere kant. Buig je rechterbeen. Je voet komt langs je heup. Je kan die heup wat opproppen met een dekentje. Dan haak je je knie in je elleboog. Je maakt je rug lang. En je twist en je kijkt naar achter als dat mogelijk is. Je kan ook je handpalm naar boven brengen. Als een soort salute. Hello. Ik ben aan het twisten. Half Lord of the Fish pose. Ga dan liggen. Met je benen gebogen. Benen zijn op heupbreedte. Druk je heupen op en leg er een blok onder. De blok komt de bovenkant van het platte stuk van je onderrug. Snap je dat? Zo echt de bovenkant van je heiligbeen. En dan laat je je zakken op het blok. Je kiest zelf de hoogte van het blok. Hoe je op de laagste kant, de tweede kant of de derde kant. Er zijn drie kanten aan, drie hoogtes, aan jou de keuze. Armen liggen gewoon los langs je lichaam. Als je wil, kan je je benen uitstrekken. En je armen ook. Ik vind dat persoonlijk heel intens, dus ik vind het aangenamer om mijn benen te buigen. Dat doet zoveel deugd aan de onderrug, vind ik. Elke avond eventjes zo liggen. Zalig. Vlak voor je gaat slapen. Het is echt super simpele en super efficiënte houding voor lage rugpijn. Enfin, tegen lage rugpijn, hè? Obviously. Blijven ademen. Ik hoop dat je ademhaling in de loop van deze sessie wat vertraagd is en verdiept. Haal dan je blok weg. Zet je voeten zo breed als je mat en laat je knieën tegen elkaar vallen. Open je armen op een inademing, adem uit en pak je schouders vast. En embrace yourself.
open je armen dan. En breng de andere arm boven. En geef jezelf opnieuw een knuffel. Als je vingertoppen je schouders willen masseren, laat ze alsjeblieft doen. Door te liggen met je knieën zo tegen elkaar, geef je heel veel ruimte aan die onderrug. Kan die echt helemaal breed op de mat rusten. En totaal ontspannen. Elk spiertje daar loslaten. En energie weer laten stromen. Maak je armen dan los. En breng je benen, je knieën één voor één eens eventjes naar je borst. Half wind relieving pose. Trek je knieën zachtjes naar je toe. En als je nog even wat kracht wil voelen, dan kan je je voorhoofd richting je knie brengen. Om contact te maken met hara, krachtpunt in je buik. Breng dan de andere knie naar je borst. Blijf zo liggen. Of kom weer eens eventjes met je voorhoofd naar je knie. Om die buikspieren wat te laten werken. En je core te voelen. Draai dan je rechterknie over je linkerbeen naar de zijkant. Probeer je knie op de mat te leggen en tegelijkertijd je rechterschouder op de mat te houden. Als dat moeilijk is, dan kan je één van beide of allebei ondersteunen met een deken of een kussen. Twist is altijd goed om mee te eindigen. Deze liggende twist, supine twist. Rol dan terug en wissel van kant. Breng je linkerknie over je rechterbeen naar de andere kant. Leg de knie op de mat of ondersteun ze met iets. En probeer je schouder recht naar de grond toe te laten vallen. Je kan naar links kijken als dat oké voelt voor je nek, maar je kan ook gewoon naar boven kijken. Niks forceren. Dat zou zonde zijn, zo op het einde van een practice. Goed, we zijn toe aan het toetje van deze sessie, de Shavasana. De ultieme eindhouding. Misschien kan je een dekentje tot een vierkant plooien en dan het bovenste stuk naar binnen plooien en daar je schouders tegen leggen, zodat je hoofd extra ondersteund is. En die zijkanten die kan je dan zo nog wat naar binnen draaien, zodat je echt een kommetje maakt voor je hoofd. Dat is super aangenaam. En die holte in je nek die wordt dan opgevuld. Een C7 wordt ondersteund. Je kan ook een bolster onder je knieën leggen, wat dan weer bijzonder prettig is voor je rug. Je benen die liggen een beetje open, de tenen wijzen naar buiten, de armen liggen met de handpalmen naar boven, open. Sluit je ogen, hè. En rust. Scan je lichaam van je kruin tot aan je tenen. Voel alsof je met een borsteltje er zachtjes over streelt en waar het borsteltje komt, ontspant alles.
over je voorhoofd, je neus, je lippen, je kin, je wangen, je nek, je borst, je armen, je handen, je vingers, je buik, je schaamstreek, je liezen, je bovenbenen, knieën, onderbenen, je voeten en zo weer terug naar boven langs de achterkant van je lichaam. Benen, knieholtes, die hamstrings laat ze los, je billen, je onderrug, je schouders, je nek, de achterkant van je hoofd en je kruin. Je bent helemaal in balans en alles komt samen. Zak diep weg in de grond. Ik had jullie nog een quote beloofd van Sint Augustinus. Hier komt die. Do you wish to rise? Begin by descending. Do you plan a tower that will pierce the clouds? Lay first the foundation of humility. Strek je dan uit, rol op je zij en kom in een zittende houding die makkelijk voelt voor jou. Ik zit graag op mijn verhoogske voor mijn heupen en leg graag iets zacht onder mijn bony feet. Breng dan je linkerhand op je hart, de vingers bij elkaar, die zijn evenwijdig met de mat. Breng de duim en de wijsvinger van je rechterhand samen in Gyan Mudra, the seal of knowledge. Breng de hand langs je lichaam naar boven, alsof je een eed moet zweren. De elleboog die is naast je lichaam en de andere drie vingers die wijzen recht naar boven. Adem dan in door je neus. Hou je adem eventjes vast. Richt je borst een ietsiepietsi op dan. Adem uit en hou de adem daarna weer eventjes buiten. Blijf zo doorgaan. Inademen, vasthouden, uitademen, vasthouden. Je schouders zijn laag. Je sluit je ogen en je kijkt inwendig naar je derde oog. Dat is het punt tussen je wenkbrauwen. Gyan Mudra is een zeer veel voorkomende mudra in yoga. De wijsvinger die verwijst naar Jupiter staat voor kennis en expansie en de duim die verwijst naar het ego. Deze mudra zou je bewustzijn, je consciousness, vergroten. Kom helemaal tot rust, verdrijf al je angsten. Maak het helder in je hoofd. Meditation for a calm heart.
Breng dan beide handen voor je hart. Buig je kin richting borst. Hoofd, handen en hart komen samen. Dankjewel. Namaste. Tot de volgende keer, hè. Bye.